drop the bomb. Hallo iedereen en ik ben Maarten en vandaag ga ik samen met David. David is dood. Oké, ja, daar is hij. Ga ik samen met hem poppunt doen. Sommige mensen die niet weten wat poppunt is, poppunt is een klein spelletje, een garage mod. En de bedoeling is dat één iemand moet zich verstoppen door een object te zijn. En op een enorme manier lukt het mij dat niet, ook nu wel. En ik moet gewoon zorgen dat ik van David ga wegrennen. Ja, even snel hierin. Hoop maar dat hij mij niet vindt. En dit is geen slimme weg om naartoe te gaan. Oh. Oh, no. Maak je zijn geluidje? Oh, shit. Even kijken. Oké. Ik ben heel even het gebruik aan het maken van... Van dat je door de map heen kan kijken. Okay. Waar ben jij? Ik zie je niet. Kun je... Ja, als je een controle drukt en naar beneden met je muis gaat, dan kun je gewoon kijken als je op bent. Oh ja. Ik kan ook de muur in kijken. Oké, okay. Kan het niet openen. Wat voor? Geef me een hint. Zit je binnen of buiten? Nou. Zit buiten. Okay. Ik zat net naar binnen, ben naar buiten gegaan. Okay. Hallo. Wow, ik word gelanceerd door dat matras. Ja, dat had ik ook. Wow. Zwaar, hè? Mm-hmm. Ben je eraf gelanceerd? Nee, dat nog niet. Zo. Oh, ik ben eraf gelanceerd. Oké, okay, graag. Oké. Voor de mensen die het afvragen, op dit moment twee lots map RP laatste hometown 1991. Het is gewoon eigenlijk normaal een roleplay map, maar het is best een grappige map om pop-up-punt op te spelen. Pop-up-punt. Ja. Het is op zich wel een goede map. Ach, waar zit jij? Ik kan je niks zien. Oh, je kunt dat elektriciteitshokje niet binnen. Serieus. Nee! Oh, die ladder werkte niet. Oké, okay, nu ben ik de pop. Kan zien, elke keer als jij de... Ik ben nu zeg maar de hunter en nu is Daaf de pop. En ik Daaf nu zo'n 15 seconden tijd of zo om te stoppen. En in die tijd kan ik niks doen. Dus ja, het is goed. Ja, en ik zie nu een zwart scherm met ik. Die alleen wapens kan kiezen. Ik wel even de, ik pak even de crowbar. Nee, toch shotgun. Shotgun. Not good. Oh, dat is graag. Oké. Okay. Oh, ik kan niet rennen. Oh.
het is toch wel, wel stil. Oh nee, ik wil niet. Oh shit! Ja, ik kon naar beneden vallen, je kunt er niet meer uit. Jawel, je hebt een deur. Nee, maar die kun je niet openen. Echt? Klopt. Dat is top. Ja, dat is zeg maar zo'n net deur. Ah, dat is kak. Mm-hmm. Dus als je daar valt, dan ben je gewoon gedoemd om eruit te gaan. Zo, hoeveel potjes doen we? We hebben tot nu toe al 2 potjes gedaan, dus ik denk... een paar meer denk ik is wel leuk. Mm-hmm. Oh god. Ja, dat was echt wel fucking. Ja, ik zag jou meteen bewegen. Ja, je spawnt gewoon bij mij. Oké, dan was een beetje een heel cool rondje. Oké. Maar zoiets van tot ruim 10 gaan of zo. Nee, ja, ik weet niet. Een beetje, ja. Tot... ja, het moet niet te lang. Laten we een beetje lang, want we echt gewoon niet meer geen zin meer hebben. Wat kunt tijd. Een cheese misschien nog wel fijner. Waar ben je? Jij bent nog steeds geblindfold. Ja, dat weet ik. Oké, dat hoor ik. Dat hoorde ik ook. Radio. Waar zit je? Wie bedoelt, waar zit jij? Ja, waar zit jij? Ja. Ik heb een stuntstick. Where are you? Ik, oh shit. Het is er. Ik wil iets oppakken. Ik heb de modderlood gevonden. Eigenlijk mag ik dit niet doen. Heb je bij de gunshop naar binnen gegaan? Het is niet de gunshop. Ja, de gunshop heb ze wel. Ja, je hebt alle wapens, ja. Je hebt ook de Annabel, die vind ik echt fijn. Dus heb je ook hier de Annabel? Ik heb geen Annabel. Oh, je bent dus in de gunshop. Nee, ik ben niet in de gunshop. Ik ben niet wel in de gunshop. Dat is een bloeiende gevangenis. Laat maar. Het is police department. Ah, oh, daar ben je. Maar niet langer dan 1 minuut in 1 plaatsje blijven. Oh ja. En ik ben verdoemd. Waar ben jij? Niet hier. Wow, genaad hou ik heel. Nee! Shit. Ik zie dat ze wel mooi genaad vervolgen.